zangers, dat is belangrijk. Nu ben ik wel eens heel benieuwd, want op de voorpagina van het laatste nieuws staan de foto's van alle artiesten die gaan meedoen straks aan de nieuwe editie van Liefde voor Muziek. Karen Damen, Jean Thomas, Cato Callebaut en Tom Dice, Sean Dont, Peter Verlaat, André Hazes. En de top of the bill. En de grote zanger, Reggie! Ja, eigenlijk een kans om mijn zangcarrière te ontwikkelen. Maar er heeft net al een luisteraar gestuurd. Reggie kan wel heel goed zingen, hoor. Ellie vond ik een heel mooi liedje. Ik heb wel twee Ode top 10 hits gezongen, heel vroeger, hoor. Maar ik ga de mensen gerust stellen. Het is niet de bedoeling dat ik daar ga zingen. Ik heb heel leuke gastzangers en zangers. En ik denk wel dat ik er een paar ga invliegen. Dus Vlaanderen kan op zijn twee oren slapen. Alright. Dat wordt dus, want wij dachten, gaat hij alleen maar remixen maken van de hits van anderen? Of... Nee. Maar natuurlijk, ik ga wel inderdaad heel fel op de producties werken. Dat is dan mijn inbreng. Dus daar ben ik eigenlijk nu al aan begonnen in mijn gedachten. En het zingen zelf, ja, dat ga ik niet doen. Dat wordt inderdaad ook live. Ja. Oké. Okay. Zeg maar, moeten jullie, is dat al opgenomen of moeten jullie nog vertrekken? Nee. We moeten nog vertrekken. Het is pas eind oktober zijn we weg en nu zijn die voorbereidingen gestart. Dus ik heb veel mijn agenda vrijgemaakt en ik doe de komende weken alleen Liefde voor Muziek. Oh, heel tof. Maar ja, oké. Okay. Zo arrangementen maken, dat klinkt bij anders natuurlijk. Remixen maken, maar nummers herwerken, dat is wel jouw ding natuurlijk, hè? Ja, het is volledig wat ik altijd al doe. Ik ben heel... Ja, ik kijk er echt naar uit om dat te doen. Het is ook... Het leuke is dat er nu... Ja, er zijn Nederlandstalige nummers bij en andere artiesten die ik normaal gezien nooit zou bewerken. En dat vind ik echt wel... Ja, dat is helemaal mijn ding. Ik zit na te denken, het is als zo de IQ-quizzer in mijn hoofd die probeert achterhalen welke nummers je zelf ooit gezongen hebt in de hitparade, maar... There's no music without you, bijvoorbeeld. Het themanummer van Reggie's World in de tijd. Maar there's no music without you. En dingen heb je ook... Dingen met Melinda, allee, dingen, heb je ook zo die rap gedaan van that's not a problem, ja, I can fix. Lonely, heel vroeg gaan gezongen. Maar whatever. Maar dat gaan we, het is niet plan, denk ik, dat je maar nu zit ze mij aan het overtuigen, dus ik ga waarschijnlijk wel zingen. Hè? Ik kan maar heel veel zingen. Allee, we gaan afronden. Ja. Reggie, heel veel plezier mee. En het is heel fijn dat je erbij gaat zijn en dat heel toffe dingen gaat opleveren. Succes daarmee. Ik hoop het, ik ga mijn best doen. Dag, Reggie. Show all the